André Kok, Jesse de Graaf, Stefan Meester, Freek Sierksma, Danny Hendricks, Jan F. Zuur, Jan de Groot, Jan Nijboer, Ine Wiebe Terstra, die is er ook bij, en Sien Zalgera. Hij maakte zelf vrije standaardwagens en was bijna klaar met zijn nieuwe auto. Oh, jongens, 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 wat gebeurt er dan? Wat een bang daar. Maar zoals nu lijkt, gaan we denk ik door, is alles flex daar in die bocht. Ine Wiebe Terstra dus. Even aan het rijden in die auto van Arnold van der Veen. Zijn eigen auto is bijna klaar. Volgend seizoen komt hij zeker in de baan. Daar rijdt hij zelf in een witte IWT. Ine Wiebe Terstra, vrije standaard. Met daarin dus een Subaru motor erin. Ja, dat gaat hij proberen. En nu is aan de leiding, de 6-4-6. Ine Wiebe Terstra. Dan Freek Sierksma in de 6-18 van Wiebe de Vries. En dan Sien Zalgera, de 6-17. Even wat uren maken dus voor Ine Wiebe Terstra. In die 6-4-6. Om alvast te winnen. En dan is de 6-18 van Wiebe de Vries. Maar dat is Freek Sierksma. En dan is Sietse Aldera in de 6-17 en dan in de 6-25. Stefan Meester. En helaas, Chantal Hoed staat dan nog. In die auto van Louis. De 6-2-9. De laatste ronde voor Ine Wiebe Terstra. Houd die naam voor volgend seizoen in de gaten. Hij komt terug in de vrije standaard. Ine Wiebe Terstra vandaag in de 6-4-6. Volgend jaar is hij er weer bij. Is hier de monteur van de dag. Hij is binnen. En dan is het wachten op Freek Sierksma. In de auto van Wiebe de Vries, de 6-18. En dan, oh, een beetje stuurloos daar. Gaat hij nog komen. In de auto van Wekema moet dat zijn. Stefan.